We zijn hier vandaag weer aan het water. Gewoon een hele leuke sessie vandaag. We zijn in Hamond Achel, in het verre Limburg. Op de vijver van de Walvissers Hamond. Een vijver met een kleine ring en een grote ring. Momenteel zit ik hier op de grote vijver. Het visbestand hier is toch zo, ja, karpers van een halve kilo tot misschien wel de grootste 10 kilo. In deze video ga ik jullie vooral mijn manier van vissen, van het shallow vissen, aanleren. En enkele tips en tricks meegeven, zodat jullie ook in deze visserij leuke visdagen kunnen beleven. Een beetje meer uitleg over de drie topkits die ik heb klaargemaakt voor onze shallow fishing sessie van vandaag. Twee topkits voorzien van een vaste dobber en één topkit voorzien van een jigger. Wat is nu het grote verschil tussen een gewone dobber en de jigger? De jigger is het verschil dat je op verschillende waterlagen kan vissen, omdat we met onze hengeltop op en neer gaan en de dobber die schuift eigenlijk gewoon over de draad heen. Bij een vaste dobber moet je natuurlijk zoeken naar de juiste diepte om die vissen te kunnen vangen. Bij onze vaste dobber heb ik twee verschillen. Ik heb eentje, onze kleine dibber, een glazen dobbertje, 0,3, met de loodjes ook dicht tegen de pen. Op deze manier gaat er eigenlijk voor zorgen dat die pellet in het water komt, dat die heel langzaam gaat zakken, tot op de diepte dat nu het dobbertje staat. Op die manier hebben we heel veel kans dat we tijdens de val eigenlijk al een vis kunnen vangen. De derde montage is eigenlijk hetzelfde als het glazen dibbertje, maar een gewone dobber met 0,2. Hier ook een iets dikker antenne, met de reden dat we toch met een zware pellet vissen en dat we ons dobbertje nog altijd wel goed moeten blijven kunnen zien. Ook hier montage, het lood dicht tegen het dobbertje, zodat onze pellet heel langzaam kan zakken. Alle drie de topkits zijn ook voorzien van onze gele slik-elastiek 2.0. Wat voor sommigen misschien een dunne elastiek lijkt voor op karpervissen. Maar persoonlijk verkies ik altijd om mijn elastiek toch redelijk dun te houden. Zeker bij het halfwatervissen. Dit vooral ten eerste bij de jigger, omdat het een zelfhakend systeem is. En anders ga je heel veel lossers krijgen. En ten tweede, ik heb heel graag als ik mijn beet krijg en mijn vis haak, dat die vis eigenlijk direct van de plaats kan zwemmen. En zo geen argwaan meer vertoont eigenlijk op de plaats waar dat de volgende vissen moeten komen. Het is heel belangrijk om regelmatig wat bij te schieten om die vissen eigenlijk omhoog te krijgen. Want als we de vis niet omhoog krijgen, kunnen we natuurlijk geen vissen half water vangen. Enkele tips die ik wil meegeven is van ten eerste je zitpositie. Zorg ervoor dat je een klein beetje dwars op je kist zit en dat je hengel goed vast ligt op je benen en onder je arm. Op deze manier, zoals jullie kunnen zien, heb ik eigenlijk nu mijn twee handen vrij en toch kan ik eigenlijk met mijn knie nog altijd aanslaan op een beet. Ik heb mijn twee handen vrij om eenders wat te kunnen doen. Natuurlijk, als er veel wind is, ga je sowieso met die rechterhand je hengel moeten vastnemen. Daarvoor heb ik ook hier mijn frontbar geplaatst. Maar als er wind zou komen, heb ik nog altijd hier een beetje steun, zodat die hengel perfect stabiel op je benen blijft liggen. Punt 2. Zorg ervoor dat je aas en je katapult die je nodig hebt om te kunnen schieten, dichtbij ligt. Bij mij, ik heb dat hier vlak naast mij liggen, met de katapult erbij. Een heel groot voordeel voor het halfwatervissen is dat je op deze manier zowel kan schieten als kan vissen en je dobber in doog houden. Heel veel mensen leggen hun stok in hun frontbar, moeten hun katapult nemen, moeten hun aas nog nemen, gaan dan schieten. Ondertussen hebben ze beet gehad, zijn ze veel te laat met hun aanslaan. En ja, zo kan je toch wel op een wedstrijd enkele belangrijke vissen missen. Vandaar de tip die ik je wil geven. Hoe moet je correct schieten met een katapult terwijl dat je vist? Voor mij heel belangrijk, je katapult, leg die altijd in je potje met je pellets. Je neemt je katapult. We nemen terwijl ook enkele pellets. Ondertussen kan ik eigenlijk gewoon perfect naar mijn pen blijven kijken. We brengen het potje van onze katapult naar onze hand op onze hengel. We droppen de pellets er gewoon in.
aanspannen tot je handen aan de knoop, tot je vinger aan de knoopjes eigenlijk. En gewoon je hengel volgen. Op deze manier, kijk, kan ik perfect mijn afstand bepalen waar ik moet schieten. Voilà. En zo schiet je eigenlijk de pellets perfect tot aan je dobber. De Walvissers in Hamond, super mooie locatie om te vissen. We hebben hier een kleine ring en een grote ring. De kleine ring is meer een kleinere vijver met fisherie. Dus zo visjes van 1 tot 3 kilo eigenlijk. Ik zit hier vandaag wel op de grote ring. Ja, daar zien we toch dat de dagvisserij heel populair is. 15 dagvissers denk ik ongeveer die proberen te komen amuseren op de vijver vandaag met lekker weer. Er is eigenlijk ook een club aanwezig op deze vijvers, de Walvissers zelf. En twee mensen van de club zitten eigenlijk ook bij Tricky Hengelsport. Wil je een leuke dag beleven, kan je een dagkaart komen kopen hier op de vijver ofwel in Hengelsport Tricky. By the way, ze verkopen ook Matrix, dus ideaal is om een uitstapje naar te doen. Bij het halfwatervissen is het natuurlijk super belangrijk om regelmatig te schieten. Het is soms een beetje uitzoeken van hoeveel moet ik juist schieten en wanneer. Daar denk ik dat het heel belangrijk is om de afwisseling te doen tussen regelmatig enkele pellets te schieten en de afwisseling soms tussen 2-3 keer achter elkaar direct te schieten en dan te wachten op die ene beet. En dat is een beetje zoeken, dat kan je nooit zeggen. Elke visdag is anders natuurlijk. Anderzijds iets dat soms heel goed werkt, op de kerper zeker, is het sleppen, waarbij we eigenlijk gewoon met de hengel draaien en de dobber eigenlijk op het water kletsen, waardoor we geluid creëren en op dat geluid gaan die vissen reageren. Dus bij het halfwatervissen zeker die afwisseling proberen te doen. Helaas zijn we weer al aan het einde van onze vissessie gekomen. Waarbij we toch een leuke namiddag hebben beleefd met veel vis. Enkel en alleen half water gevist vandaag. Ik hoop dat jullie iets uit de video geleerd hebben. En dat jullie kunnen meenemen in jullie visserij om te gebruiken in wedstrijden. Voor de mensen die nog niet geabonneerd zijn, zeker abonneren op ons Matrix Fishing TV YouTube kanaal. Ondertussen gaan we nog de allerlaatste vis vangen. En we zien elkaar binnenkort terug aan het water. Tot ziens jongens. Thank you.